Ja, Patrick, ik durf het haast niet te zeggen, maar Di Meo opnieuw een blessure zeker, hè? Ja, Di Meo op zijn enkel op iemands voet gestaan. Dus die, zo te zien is hij de komende weken er niet bij in ieder geval. Zoals hij er net vanaf liep van, bij de game, denk ik dat hij de komende weken niet zal spelen voor ons. Ja, dus voegt hij samen met Aaron en met Jesse dus de blessurebank op. Ja, ik zei net tegen Rogier op de bank, we moeten uitkijken dat de coaches straks niet geblesseerd raken. Want het lijkt wel of iedereen geblesseerd raakt. Dus als coach moet je ook nog gaan uitkijken dat je aan de kant niet een blessure zomaar oplept. Bij het opspringen of zo, even je hamstring scheurt of wat dan ook. Dus het is heel vervelend, maar het is wat het is. We moeten door. En nu tegen Leiden, hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Nou ja, ik vond de eerste helft eigenlijk niet zo heel slecht. Leiden had er denk ik niet zo heel veel zin in. Die wilden gewoon een beetje energie sparen, denk ik. Die hebben natuurlijk de komende weken nog heel druk schema. Dus, maar we bleven er in het begin nog best wel goed in hangen. Maar ja, Meo wegvallen en dan met 6 man over, ben je kansloos. Oké, succes voor deel 2 tegen Leiden. Dankjewel.